Ieder jaar worden in Gelderland gemiddeld 3 vrouwen gedood door hun partner. Deskundigen zien een mogelijkheid om dat aantal omlaag te krijgen. Alternatieven om je huis te verwarmen in deze dure tijden kunnen tot grote problemen leiden. Zo kunnen terracotta potten in brand vliegen. Ik zou het ook niet echt aanraden. En als je het er toch voor zwicht om zo een aan te doen, doe het dan met weinig kaarsjes en blijf er gewoon alsjeblieft bij. En een nieuw monument laat in Lievelde een onbekend stukje geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zien. Goedenavond. Elk jaar worden er in Gelderland gemiddeld 3 vrouwen gedood door hun partner. En dat is een cijfer dat maar moeizaam omlaag gaat, terwijl dat volgens deskundigen wel kan. Bijvoorbeeld door de hulpverlening te verbeteren. Hulp die ook voor Silke en Davy uit Didam te laat kwam. De 24-jarige Silke werd in 2019 door haar vriend op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Ze vermoedde eerst de keel dichtgedrukt en de keel doorgesneden en achter in het hoofd en door het hart en door de longen en achter in het hoofd 2 messteek. Later heeft hij Silke weggesleept van de slaapkamer naar de douche en heeft hij daar laten liggen. Pas na 20 uur belt hij zijn vader om te vertellen dat hij Silke wat heeft aangedaan. Hij krijgt een celstraf van 15 jaar. Judith vond Davy altijd een aardige man. Ja, ik dacht, een goede jongen. Maar hij is zwaar verslaafd en dat zorgt voor problemen. Davy en Silke geven allebei wel signalen en zoeken ook om hulp om Davy te laten afkicken. Ik zei, af gaan kicken? Ik zei, maar was dat niet zo erg? Was het me toch af en toe? Nee, zegt ze. Maar die hulp komt te laat. Onder invloed van veel drugs doodt Davy Silke in hun huis. Denk je dat het anders had kunnen lopen als die kleine signalen die er waren beter opgepikt waren? Dat er sneller toch hulpverlening was geweest voor hem? Ik denk het wel. Dat is best wel een verschrikkelijke conclusie. Ja, zeker. Ja. Als hij eerder hulp had gekregen. Ja, denk het wel. Daar had ik ze nog gehad. Ja, heel heftig. En die hulp die kan dus beter, zeggen deskundigen. En daarmee kan het aantal gevallen van partnerdoding waarschijnlijk omlaag. Silke en haar vriend gaven dus al signalen dat het niet goed ging. Vroegen om hulp. Net als Naomi, die in 2020 in Arnhem gedood wordt door haar minnaar. Ik denk dat een van de belangrijkste stukken is dat men snel achter de voordeur is, zodat we in de mildste versie van het geweld wat er op dat moment is, zo snel mogelijk iets in gang kunnen zetten. Maar dat er ook voor beide partijen een hulp aan bod is. En niet alleen maar voor het slachtoffer, maar ook voor de dader. Die roepen vaak al wel om hulp, maar die is niet altijd direct beschikbaar. En vaak werken hulpverleners ook langs elkaar heen of is niet duidelijk wie verantwoordelijk is. De korte lijntjes, de helderheid, een stukje uniformiteit, dat je niet elke gemeente het hoeft te laten uitzoeken wat de lijntjes zijn, wat de aanmeldroutes zijn en de aanvliegroutes zijn. Maar wat meer de basis door heel Nederland hetzelfde. Daar zouden we nog een heel stukje snelheid kunnen behalen. Dan nog kan je niet altijd voorkomen dat iemand zijn partner doodt, maar is het aantal gevallen wel omlaag te brengen. Daarmee kan ik niet beweren dat het dan dus opgelost is, want zo simpel is het niet. Ik denk wel dat daar nog een slag te maken valt. Iets anders dan. Een omgekeerde bloempot boven een paar vaccinelichtjes. Het lijkt momenteel een populaire manier om huizen te verwarmen. Meerdere tuincentra in Gelderland melden dat ze veel meer bloempotten verkopen dan normaal. Maar zo'n alternatieve verwarming blijkt niet zonder gevaar. Ja, nee, hij is goed verbrand en we hebben hem meteen buiten gegooid. Maar hij is ook van de hitte geknapt ook zelfs. Om zo min mogelijk gas te verbruiken zocht Nathalie naar andere methodes om haar huis te verwarmen. Net als veel anderen besloot ze een terracotta pot boven wat vaccinelichtjes te gebruiken. Normaal had ik er 4 kaarsjes in en het was nu wat kouder, dus ik had er nu 6 kaarsjes in gedaan. En dat gaf inderdaad een heel aangename warmte, maar op een gegeven moment waren we even naar de keuken, kwamen we weer binnen en stond dat hele ding in de hens. En de vlammen lekten eruit en we waren eigenlijk nog net op tijd om het met handdoeken buiten te gooien en erger te voorkomen. Het was niet de eerste keer dat Nathalie deze methode gebruikte. Maar na deze bijna brand wil ze andere mensen waarschuwen voor de gevaren. Het is net als dat je er bij een kaars ook niet echt van uitgaat dat die omvalt. Maar op het moment dat dat wel zo is, ja, dan ben je daarna denk ik ook voorzichtiger met het aansteken van kaarsen. Zelf zal ze deze methode in elk geval niet meer gebruiken. Ik denk dat ik nu toch wel liever andere manieren zoek. Warme sloffen en een warmtekussentje op elektra in mijn rug. Dat ik denk dat we op zich het ook wel doet.
50 Joodse mannen werden in de Tweede Wereldoorlog naar een werkkamp in Lievelde gestuurd. En ze wisten niet dat ze van daaruit zouden worden doorgevoerd naar kamp Westerbork. Jarenlang was dit stukje geschiedenis onzichtbaar, maar daar komt nu verandering in. De Schansdijk, en daar heeft het kamp gelegen. Ja, alles is weg, dus het is echt maar heel kort in bedrijf geweest. En het is ook heel snel daarna compleet van de aardbodem verdwenen eigenlijk. Per toeval ontdekt Godfried een mapje in het gemeentearchief met een klein beetje informatie over het Joodse werkkamp. Ook bij diverse landelijke instanties was hier niets over bekend. Eén foto en enkele brieven schetsen een beeld van het leven in het kamp. Ja, wat mij vooral verbaasde, dit is eigenlijk een soortje een stuk uit de landelijke geschiedenis. En iedereen weet iets over de Jodenvervolging. Maar dat in je eigen achtertuin, in Lichtenvoorde, in Lievelde, zich afgespeeld heeft. Dat heeft mij het meest verbaasd. Een werkgroep zorgde ervoor dat dit onbekende stukje geschiedenis vanaf vandaag weer zichtbaar is. Ik ben aangenaam verrast dat men nu de laatste jaren zoveel aandacht aan besteed heeft en de moeite gedaan heeft om dit monument verwezenlijkt te krijgen. Ik vind het hartstikke goed. Dat die mensen herinnerd worden, dat verdienen ze. En dat vandaag lukt, dat vind ik wel fantastisch, ja. Straks, vanuit heel Nederland komen hardlopers met ambitie naar Oosterbeek om daar samen te wonen. En wat deze topsporthuizen zo aantrekkelijk maakt, dat hoort u zo. Een politieke rel in Bergendal. Burgemeester Mark Slinkman ligt onder vuur, omdat er twijfels zijn of hij integer en juist gehandeld heeft. Slinkman zou tijdens een besloten bijeenkomst zijn ontploft en toen een raadslid hebben uitgescholden. 5 van de 7 fracties riepen daarop de hulp van commissaris van de Koning John Berends in. Die gaf aan dat Bergendal het zelf moet oplossen en adviseerde om een onderzoek naar onder andere de burgemeester in te stellen. En medewerkers van een Chinees restaurant in Velp keken vanochtend wel heel vreemd op toen ze aankwamen op hun werk. Want in de goederenlift zat een inbreker vast. Hij was met een been klem komen te zitten. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden. Daarna werd hij aangehouden. De Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied wil een flinke restauratie uitvoeren bij de voorste molen in Helouw. Maar er is geen geld voor. Een nominatie voor de Landelijke Molenprijs van dit jaar biedt hoop. Want de winnaar krijgt 75.000 euro. Dit bakhuisje, daar zitten allemaal scheuren in en de pannen vallen van het dak af. Ja, daar willen wij graag gaan restaureren. Daar zijn we wel 60.000, 70.000 euro aan kwijt. En dat geld heeft de stichting niet meer, want in de afgelopen 2 jaar werd al veel geld uitgegeven aan de restauratie van de molen zelf. Die heeft ruim 2 ton gekost. Dan praat je echt over het vervangen van de nieuwe roede, of het herstellen. En het repareren van de as. Maar ook nog een keer daarbij, zeg maar, het hele bovenhuis van de molen, om die ook nog te gaan schilderen. Dus echt opnieuw in ere hersteld. Maar ik kan je zeggen, het is een hele klus geweest, ja. En dus hoopt de stichting dit jaar de molenprijs te winnen. Dat levert namelijk een bedrag van 75.000 euro op. En met dat geld kan de stichting precies doen wat ze voor ogen heeft. En we willen dat gevoel van hoe het hier een paar honderd jaar geleden was, willen we eigenlijk weer een beetje terugbrengen. En ook laten zien hoe de molenaar in die tijd eigenlijk leefde. Dat hij op dinsdag ging bakken en op woensdag dit ging doen en zijn vrouw bij het water ging wassen. Nou, dat zijn het molen erg weer tot leven brengen eigenlijk. Dat zou heel erg mooi zijn. Ja, wie wil stemmen op de molen in Helouw kan dat nog tot 12 uur vanavond doen op molenprijs.nl. Bezoekers van de Werenfriedkerk in Westervoort swingden vanochtend de pan uit. Want alles draaide in de dienst namelijk om Elvis Presley, waarbij de dominee zich had omgetoverd tot de king. Het is heel super, ja. Ik voel me helemaal blij van. Je ziet gewoon aan iedereen, hè, dat het stimuleert elkaar ook om blij te zijn en om erbij bij te zijn. Naast swingen was er vooral ook veel ruimte voor het levensverhaal van Elvis. Dat bol stond van drugs en rock en roll. Het is eigenlijk het leven van heel veel gewone mensen. Want daar is ook sprake van verslaving of depressie of ongeluk. Eigenlijk herkent iedereen wel iets van Elvis in zijn eigen leven. Ik denk dat drugs een groot probleem is in Nederland. En dat drugs veel meer voorkomt dan dat wij denken. De kerk is een kerk van de samenleving. En ik denk dat het goed is dat ook in de kerk op deze manier over gesproken wordt. Hm.
Uit Hoofddorp, Twente, Friesland, uit heel Nederland komen atleten naar Oosterbeek om daar samen te wonen en te trainen. Hardlopers die hopen op een gouden toekomst zien in het dorp de perfecte basis voor succes. Ze vermaken zich prima in Oosterbeek, vier topsporters van Loopland Gelderland. Hoewel ze in een studentenhuis kunnen wonen, kiezen ze voor een topsporthuis. Ik vind het leuk om gewoon met sporters ook om te gaan. En dat je ook samen dingen kan ondernemen. En ja, met normale studenten kan dat natuurlijk ook. Maar met atleten heb je toch wel een beetje iets serieuzere mensen. Juist in Oosterbeek kunnen de sporters optimaal leven voor hun sport. Met sportcentrum Paperal om de hoek en een prachtige loopomgeving. Ben je best wel heuvelachtig, dus het is ook wel een voordeel voor de atletiek. En daarom komen ze uit heel Nederland richting Gelderland. Sharik kwam bijvoorbeeld uit Hoofddorp om hier te wonen. Het is wel echt heel boers hier in plaats van in de Randstad. Dus dat is wel heel erg wennen, maar ik vind het wel leuk hier. De bedoeling is dat de hardlopers elkaar zo motiveren in het lopen en van elkaar leren. We doen dat eigenlijk vanaf 2000, maar het blijkt steeds weer, wat ik net zei, de mooiste tijd van je leven. En het heeft succes. Atleten als Bram Som en Femke Bol woonden ook in het topsporthuis en haalden medailles. En het is leuk dat die mensen hebben gewoond die het heel goed hebben gedaan. Dus ik hoop dat wij in hun voetsporen mogen treden. Ja, wie weet. Tot slot het weer. Na regen komt zonneschijn en dat levert soms hele heldere regenbogen op. Zoals hier in Neden. Vannacht klaart het op en gaat de wind liggen. De temperatuur daalt naar 7 à 8 graden. Lokaal ontstaat er wat nevel of mist. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. En in de dagen daarna wordt het nog wat warmer. Woensdag kan het zelfs meer dan 20 graden worden. Maar daarbij neemt de kans op regen wel toe. Na woensdag is het weer iets minder warm. Tot zover het Gelders nieuws. Kijk voor meer updates en ander nieuws op gld.nl of in de app. Ik wens u een fijne avond.